Hi, daar ben ik weer. Inmiddels is het 5 weken geleden dat ik mijn transplantatie heb gedaan. Zoals je kunt zien zijn alle getransplanteerde haren eerst uitgevallen en zie je dus juist goed de plekken waar ik voorheen kaal was. Die haren zijn uitgevallen omdat ze dus een shock hebben gehad, omdat ze van hier naar daar zijn gezet. Misschien zelfs wel een paar uur in een bakje hebben gelegen. Maar de haarzakjes zijn al nieuwe haren gaan produceren. En dat kun je goed zien als ik wat dichterbij kom. Namelijk, er zitten wat vlossige babyhaartjes op mijn hoofd. En ook zitten er wat puistjes. En dat schijnt heel normaal te zijn. Een stukje van het genezingsproces. Je ziet hier op mijn hoofd trouwens een paar gelige vlekken. En dat is arganolie. Daar smeer ik mijn hoofd namelijk dagelijks mee in. Omdat het goed is voor je hoofdhuid en het bevorderen van de haargroei. Kijk, en dan zie je dus overal al nieuwe haren groeien. En hetgene wat je dus juist lang ziet, dat zijn mijn bestaande haren die ik al had. En die groeien dus een stukje boven de andere haren uit. Het verschil ga je eventjes zien. Ja, dat is het. Verder, het doet geen pijn. Ik heb af en toe wat jeukjes. Op je achterhoofd liggen op een harde vloer of op een strand is nog niet zo aangenaam. Het blijft een gevoelige plek. Maar verder heb ik geen pijn en ben ik er volledig tevreden mee. Het is alleen nog even wachten totdat het compleet genezen is. Maar ja, dat duurt gewoon even, dat weet ik. Uiteindelijk is pas over een jaar het optimale resultaat. En ik zal jullie tussendoor nog een aantal keer op de hoogte houden. Dus dit was hem weer voor vandaag. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. En als je vragen hebt, stel ze.